Misschien heb je dit filmpje van mijn collega Benjamin op TikTok ook gezien. Daarin hoor je hem verschillende talen spreken. Die app past mijn stemme aan en wie mijn mond zich beweegt. Dat lijkt superknap, maar onze Benjamin spreekt in het echt maar twee talen. Nederlands en Engels. Maar dankzij kunstmatige intelligentie kan er nu veel meer. Het enige wat je hoeft te doen is een stukje video opnemen waarin je iets zegt. Dat heeft Benjamin ook gedaan. Je zou het misschien niet denken, maar ik spreek dus helemaal geen Koreaans. Daarna kies je een taal en de AI-computer doet de rest. 당신은 아마도 생각하지 않을 것이지만 나는 한국어를 전혀 못합니다. Ja, en andersom werkt het ook. Mensen die een andere taal spreken, kun je met kunstmatige intelligentie dus Nederlands laten spreken. Een Nederlandse journalist deed dat met oud-president Donald Trump. En dat klinkt zo. De 5 slechtste presidenten in de Amerikaanse geschiedenis kunnen niet de schade aan ons land toebrengen die Joe Biden in slechts een paar jaar heeft veroorzaakt.